Ik ben bij Roomac terechtgekomen door een vriend van mij. Die had mij getagd in een Instagram-post van hun. Toen heb ik gesolliciteerd voor een stageplek. En zodoende. Mijn taken als stagiair waren heel divers, omdat het team toen nog heel klein was. Dus ik heb quotes geschreven, blogs geschreven en ook meegeholpen aan campagnes bijvoorbeeld. Ik heb een MBO-4-opleiding gevolgd aan het Grafisch Lyceum in Rotterdam. In het derde jaar daarvan heb ik een heel schooljaar stage gelopen bij Roomac. En aan het einde van het schooljaar moest ik kiezen tussen... ga ik een vervolgopleiding doen of blijf ik hier werken? Mijn werkzaamheden nu bij Roomac bestaan vooral uit het runnen van de webshop. Dus het productieteam aansturen. Planningen maken, maar ook nog steeds nieuwe teksten verzinnen. En een groot deel van de marketing online daarvan verzorgen. Roomac past als werkgever heel goed bij mij, omdat het niet zo'n standaardbedrijf is. Er vooral jonge mensen werken. En dus voel het meer aan als een leuke groep waarmee ik elke keer de tofste projecten mee mag doen. Mijn ambitie is om Roomac nog groter te maken dan het nu al is. En om meer te leren over hoe je een product het beste in de markt zet. Hoe je personeel het beste motiveert. En ik wil die kennis heel graag later ook toepassen in mijn eigen onderneming. Ik zou startende ondernemers willen meegeven om veel vragen te stellen. En dat wanneer je een conflict of een probleem met iemand hebt, om bij jezelf te denken: wil ik altijd gelijk hebben of wil ik verder komen in het leven?